Een van de boeken die kleuters tijdens de week van de lentekriebels voor hun neus krijgen is Het Lammetje dat een varken is van de beruchte pedofilie-schrijver Pim Lammers. In dit boek wordt op sluwe wijze de leugen gepropageerd dat een lammetje eigenlijk een varkentje kan zijn. Net als jongens eigenlijk een meisje. Ondanks de ophef die vorig jaar ontstond over LHBT-activist Pim Lammers, staat Het Lammetje dat een varken is nog steeds op de leeslijst van Rutgers voor de Week van de Lentekriebels. Gezin in Gevaar onthult hoe dit boekje op sluwe wijze het transgenderisme opdringt aan kinderen vanaf drie jaar. Het verhaal gaat over een lammetje dat beweert eigenlijk een varkentje te zijn. Hij houdt ervan om door de modder te rollen en niet van gras eten. Daarop neemt de boer hem mee naar de dierenarts. Daar blijkt dat het lammetje ook niet kan blaten, maar wel knorren. De dierenarts doet dan een schokkende ontdekking. Het lammetje is eigenlijk een warkentje. Meteen gaat de dierenarts over tot actie. Hij scheert zijn wol eraf en een roze varkenshuid komt tevoorschijn. Een medische ingreep verandert zelfs zijn staart in een krulstaart. Volgens de dierenarts is het alleen van buiten een lammetje, niet aan de binnenkant. Gelukkig kan hij deze discrepantie met een medische ingreep wel verhelpen. Dit boek van Pim Lammers dat Rutgers aanraadt om te lezen tijdens de week van de lentegriebels... ...propageert kleuters de levensgevaarlijke leugen dat ook zij wellicht in het verkeerde lichaam zouden kunnen zitten... De kernboodschap van dit verhaal is dat dit lammetje alleen maar een lammetje is aan de buitenkant. Daarnaast weet alleen het lammetje zelf zijn eigen echte identiteit. Ook het COC prijst het boek vanwege de boodschap. Quote, het proces van transitie, hier van lammetje naar een varken, wordt in de kern in eenvoudige taal weergegeven zonder directe verwijzing naar het transgender zijn bij mensen. Dit, terwijl het transgenderisme juist helemaal niet gaat over jezelf zijn. Integendeel, het verneinigen van het boek is dat het niet gaat over een schaapje dat een varkentje is, maar een lammetje, een kinderschaap. Het verhaal symboliseert hiermee dus een kind dat voor zichzelf kan beslissen om met een medische ingreep van geslacht te kunnen veranderen. Dat is de levensverziekende leugen die de LHBT-lobby dus voorhoudt aan kleine kinderen. Dit terwijl in het overgrote merendeel van de gevallen verwarde kinderen na verloop van tijd tevreden worden met hun gewone geslacht. Bovendien is de keuze voor de dieren in het verhaal opvallend. Lammers had ook voor een koe kunnen kiezen dat een paard bleek te zijn. Een lam is een onschuldig en kwetsbaar dier en bovendien een van de oudste christelijke symbolen, terwijl een varken vies en vraatzuchtig is. Varken is zelfs een scheldwoord, een perfect symbool voor de LHBT-beweging. Dank u wel voor het kijken. Like deze video, abonneer op ons kanaal en ga naar www.geziningevaar.nl en onderteken de petitie. NPO geeft geen podium aan de schrijver Pim Lammers.